evaluatie komt, dat zullen we moeten afwachten. Henrik Willehofs, dankjewel. Straks, de Spaanse superrechter Garzón heeft veel belangrijke zaken op zijn naam staan. Maar nu is hij zelf veroordeeld en voor 11 jaar uit het ambt gezet. 4:45, hoe staat het ervoor op de Nederlandse wegen? Bij de ANWB, John Sahoka, goedemiddag. Goedemiddag, nou, het is een vrij normale avondspits, 65 kilometer in totaal. Wel opvallende files door ongelukken bij knooppunt Kleinpolderplein in de regio Rotterdam. Op de A13 vanuit Den Haag staat er door 10 kilometer vanaf knooppunt Ypenburg tot aan knooppunt Kleinpolderplein. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A20 vanuit Gouda richting Hoek van Holland, daar staat 3 kilometer bij knooppunt Kleinpolderplein. En ook daar zijn twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. Voetbalclub FC Emmen is voorlopig gered. Het is op de valreep gelukt om een faillissement te voorkomen. De club uit de Jupiler League moest uiterlijk vandaag €500.000 ophalen om openstaande schulden af te betalen. En het verlossende woord kwam uiteindelijk vanmiddag vanuit het Emmenstadion. Goedemiddag allemaal. Belangrijke dag voor FC Emmen. €350.000 had de club al bij elkaar. En het was nog even spannend of de laatste €150.000 voor de deadline zou worden gehaald. Ik weet niet wat er zondag of er nog in Friesland gebeurt. Ronald Lubbers, oud-directeur van de club, kwam tijdens een persconferentie met het verlossende woord. Maar het is hiervan, het schiet gewoon deur. Er zijn 10 participanten gewonnen. FC Emmen is daarmee gered. En vlak na de persconferentie galmde het geluid van supporters door de gangen van het stadion. Ja, even kijken wat er beneden los is. Beneden hadden ze zich verzameld om Lubbers als een redder te onthalen. Ze staan op hun knieën. Ze kussen zijn voeten, hij krijgt een sjaaltje om. Tranen in de ogen. Ja, ja. 17 jaar lang supporter en dit is gewoon geweldig. Dit is gewoon vlak voor de dood weggehaald weer. En weer door Ronald Lubbers. Dit is geweldig, spectaculair. Wat is nou de kracht van Ronald Lubbers? De kracht van Ronald Lubbers? Nou, zijn eenvoud naar ons toe, ook de vorige keer. En het is een man van zijn woord, vind ik. De mogelijkheden zijn er. Ik bedoel, in Drenthe de enige profclub die er is. Ja. Er moet toch iets... Ja, hoe moet ik het uitleggen? Ik bedoel, dat moet toch kunnen. Afhankelijk van de licentiecommissie die in maart beslist, is FC Emmen voor dit seizoen in elk geval gered. Door Ronald Lubbers. Maar wie is die man eigenlijk? Ronald Lubbers is iemand die een voetbalhart heeft. En die een transportbedrijf heeft, Lubbers Transportgroep. En die voetbal is ook een grote hobby. U heeft hier ooit een functie gehad? Dat klopt. Ik ben 2004 en 2005 heb ik een reddingsoperatie destijds gedaan. En, als directeur? Eerst een jaar als voorzitter en directeur en het laatste half jaar als directeur. En nu? Wat is nu uw functie bij Emmen? De functie is nu dat ik voorzitter ben van de stichting die boven de voetbalclub hangt. Dus eigenlijk de eigenaar van de voetbalclub. Er is een groep van 10 en ik hoor nu dat u er ook €50.000 in heeft gestort. Een groep van 10 die €500.000 moest opbrengen. En dat is tot vanochtend vroeg doorgegaan om het laatste geld bij elkaar te krijgen. Klopt. Gisteravond stond de teller op 7 harde toezeggingen. Er waren natuurlijk wel toezeggingen van mensen die erover nadenken waren. Maar kijk, toezeggingen op dat moment heb je natuurlijk niet veel. Maar je moet gewoon concreet, het geld moet gewoon op rekening staan. En die teller was vanmiddag van mij 00:30 volgens mij, dat nummer 10, dat het binnen was. Dus ja, trakte 10. Nu is Emmen voor dit seizoen in ieder geval gered. Maar is het ook gered voor het komende seizoen? Dat is een hele lastige vraag, want daar gaan we de komende weken natuurlijk mee bezig. Wat vooral belangrijk was nu, was dat het aan de deadline van de KNVB moest worden voldaan. En dat is vandaag dat in ieder geval we hebben €500.000 nu hard op rekening staan. Dat is meer dan wat de KNVB zelfs vroeg. En voor 27 april willen we duidelijkheid geven of we een gezonde toekomst zien. Ja, dan nee. In Madrid vandaag bepaald. Garzón wordt beschuldigd van het illegaal afluisteren van advocaten. In Madrid, correspondent Rob Sauberg. Rob, goedemiddag. Hoi. Ik ben een beetje in de war, Rob, want we hoorden jou gisteren over de zaak van Garzón. Ja. Een onderzoek naar het Franco-verleden wat niet deugde. Maar dit is dus een heel andere zaak. Ja, als je het allemaal nog wil snappen, Tim. Er spelen 3 zaken, liefst 3 zaken tegen dezezelfde rechter door elkaar heen. Wat jij zegt, hè, het afluisteren van advocaten in een grote corruptiezaak. Dan speelt ook nog die zaak van het onderzoek naar het Franco-verleden, waar ik gisteren over berichtte.
Dan speelt ook nog de omstreden betaling van een studiereis. Nou, waar het vandaag om gaat, is een veroordeling van die eerste zaak. Het afluisteren van advocaten in een grote corruptiezaak rond Valencia. Ja, dit is de veroordeling voor die eerste zaak. Beschouwd als een van de lichtere zaken waarvoor Garzon op dit moment terecht staat. Nou, daarvoor wordt hij al voor elf jaar aan de kant gezet. Ik zou bijna zeggen, kun je nagaan. Dat is een forse straf. Het niet meer mogen werken als rechter. Is dat een prelude naar een volgende aanspraak? Ja, je vraagt je af wat er verder gaat komen. Hij staat alweer terecht voor datzelfde Hoge Rechtshof. Datzelfde Hoge Rechtshof dat vandaag in een vonnis schrijft. Garzon stond praktijken toe die alleen nog bestaan bij totalitaire regimes. Waar alles maar is toegestaan om informatie los te krijgen. Met andere woorden, ze verwijten hem nogal wat. Ja, in al die zaken gaat het om het vermeende ambtsmisbruik dat hij zou hebben gepleegd. En ja, daar staat een maximale straf op. Uit het ambt worden gezet. Maar hij kan natuurlijk een beetje uit het ambt worden gezet. Of heel fors uit het ambt worden gezet. Ja, als dit het begin is, dan komt hij in ieder geval in Spanje nooit meer aan de bak. Ja, wat verwacht je van die andere twee zaken die je net schetste? Ja, nou ja, dat zou nog wel eens anders kunnen aflopen dan deze. Hier gaat het natuurlijk om eigenlijk een vrij wettige vraag die de rechtbank moest beantwoorden. Mag je nou de advocaat van een verdachte afluisteren om zo informatie los te krijgen? Of omdat je zegt, ik ben bang dat er nog meer misdaden worden begaan. Mag een onderzoeksrechter dat doen? Eigenlijk vrij zwart-wit, ik kan zeggen, was nog een makkelijke zaak. Daar konden ze een oordeel over vellen. Die andere zaak, dat Franco verleden, is natuurlijk veel politieker. En dan moet dezelfde Hoge Rechtshof beoordelen. Mag een onderzoeksrechter wel naar dat foute verleden van ons land kijken? Mag hij dat wel onderzoeken? Mag hij daar wel aankomen? Mag hij wel gaan kijken wie er nog langs de kant van de weg ligt? Hè? Dat zijn echt meer dan 100.000 mensen in Spanje. Je voelt hem al aan, dat is een veel politieker antwoord dat ze dan moeten gaan geven. Daar wordt wel vrij sprake op verwacht. Maar ja, aan de andere kant moet je je voorstellen, je wordt voor je eigen collega's in een rechtbank neergezet. Ja, dat zei zijn eigen advocaat al, is voor Garzon zelf gewoon het einde van zijn verhaal. Rob Zouwberg, op weg naar die twee andere rechtszaken. Dankjewel. Marco Verhoef, goedemiddag. Hoi. Jij liep een beetje te sippen op de redactie vanmiddag. Viel mij op. Ja, ik heb geen goed nieuws. We hebben het einde van de koude golf. Nou ja, goed, stelt allemaal niet zo heel veel voor. Maar de temperatuur vandaag in de beeld is boven nul gekomen. En een koude golf duurt net zo lang totdat die temperatuur een keertje boven nul gaat komen. Mits er aan nog wat voorwaarden voldaan zijn, dan moeten we een paar nachten met strenge vorst hebben onder de -10. Nou, dat hebben we allemaal gehad. Heeft zo'n 8 dagen geduurd. En vanmiddag was het moment daar. We hebben plus een halve graad gehaald. Ah, dus ja, tellen we niet mee, joh. Ja, helaas ja, moeten we het. Kunnen we het niet naar beneden afronden? Ik zou het graag willen, maar nee, dat kan helaas niet. Wat betekent dit voor het schaatsen komend weekend? Want ik denk dat veel mensen een toertocht gepland hebben. Ja, nou, eigenlijk betekent het helemaal niks voor dit schaatsen. Want het heeft een groot deel van de dag gewoon gevroren. Afgelopen nacht streng op veel plaatsen. -10 is het geweest. En inmiddels is de temperatuur ook alweer aan het zakken. In het noorden van het land vriest het alweer 1 of 2 graden. En vanavond en vannacht gaat het kwik alleen maar verder omlaag. Het klaart op de meeste plaatsen op. En dan krijgen we eigenlijk toch op veel plaatsen wel weer temperaturen in de buurt van de -10. En dan vriest het dus gewoon weer bijna streng. En dan zit het met het ijs wel goed. En waar je nu kan schaatsen, daar zul je in de meeste gevallen ook de komende dagen.